Hey, daar ben ik weer met mijn Isole Management aflevering 3. De eerste weken leek het allemaal nog wel chill. Lekker in je joggingbroek, achter je laptop, op de bank. Maar nu er nog een paar weken bij komen, is het belangrijk dat we structuur gaan aanbrengen. Anders bestaat het risico namelijk dat je er of met de pet naar gaat gooien, of dat je overbelast gaat raken. En dat willen we natuurlijk allebei niet. Maar als je thuis werkt, is het nou eenmaal moeilijker om een scheidslijn tussen werk en privé aan te brengen. Misschien is de afwasmachine klaar, dus dan ga je die even uitruimen. Je loopt toch nog naar de koelkast om te kijken of er iets lekkers in ligt. Of misschien check je je Insta-stories wel even. En daarom heb ik 3 tips. Plan blokken om te werken, plan blokken om te ontspannen en stel jezelf kleine doelen. Tip 1. Plan duidelijke blokken om in te werken en houd je daar dan ook aan. Laat je niet verleiden om andere dingen te gaan doen. En een mooie app die je daarbij kan helpen bijvoorbeeld is Forest. Want met je huisgenoten om je heen of je partner is het gewoon verleidelijker om toch andere dingen te gaan doen. En zeker met dit lekkere weer van de afgelopen weken wil je misschien wel naar het park of ga je op je balkon zitten. En de tweede tip is dan ook, plan ook echt blokken waarin je kunt ontspannen. Dus weersta de verleiding om je lunch achter je computer te gaan eten of bijvoorbeeld staand achter je koelkast. En ruim ook echt tijd in voor een praatje met iemand anders, zoals je dat op kantoor ook doet, tussen 2 meetings door bijvoorbeeld. Want nu we de hele dag thuis zitten, is het ook moeilijker om je werk van je af te zetten. Normaal sluit je je werk af op kantoor of je gaat weg uit de bieb, je fietst naar huis en dan heb je dus tijd om even te ontspannen. Misschien spreek je iets af met vrienden op een terras, misschien ga je naar de sportschool, maar kortom, je sluit het af. En nu is het één grote brei die maar doorgaat. Zeker als je overdag naar het park bent gegaan of toch op je balkon bent gaan zitten, heb je misschien de verleiding om 's avonds nog even je mail te gaan checken. Allemaal heel begrijpelijk, maar niet zo goed voor je balans. Dus wat je moet doen aan het begin van je werkdag is jezelf 2 kleine doelen stellen die je aan het einde van de dag ook echt gerealiseerd kunt hebben. Dat geeft niet alleen een gevoel van voldoening en van trots, maar het markeert ook echt het einde van de werkdag dat je kunt zeggen, nu is het genoeg geweest. En als je dan met die doelen bezig bent, focus je dan op je inspanning en niet op het resultaat. Weersta de verleiding om te zeggen, ik ga al mijn mail wegwerken totdat mijn hele inbox leeg is, maar zeg, ik ga mijn mail wegwerken van 9 tot 10. Dan is het ook klaar en voorkom je een gevoel dat je tekort schiet. Hier nog even alle 3 de tips voor jou op een rij. En kom op, hou vol. Je kan het. Tot de volgende keer.